Wat is uw plan? Ja, ik ben het spuugzat dat we vooral van PvdA'ers in Nederland... Eerst mochten we Zwarte Piet niet meer zwart laten zijn. Hè. Of het nou minister Asscher was of de burgemeester van Amsterdam. Hij moest een andere kleur hebben. Afgelopen weekend kwam er nog bij dat ook de liedjes in één keer niet meer mochten. Hè. Zo zwart als roet mag blijkbaar niet meer. Dan moeten we maar een wet maken, een Zwarte Pietenwet. Daar komt gewoon Zwarte Piet in te staan zoals hij er altijd in stond. Hij blijft toch gewoon zwart. En dat gaan we wettelijk regelen, zodat we deze traditie, die nogmaals niets met racisme te maken heeft, gewoon kunnen houden in Nederland en het gezeur eindelijk een keer voorbij is. Ik heb heel veel donkere vrienden. En eentje die is echt gitzwart. Gewoon negers noemen hoor. En die, nou, dat vindt hij zelfs ook niet erg, hij niet. Maar hij zegt wel, maken jullie in Nederland druk om, joh, van Zwarte Piet? En dat zijn echt mensen, die zijn zelfs zo zwart als roet. En die denken echt, we maken de mensen zich druk om. Dus het zijn altijd een paar klaplopers die zich daarmee bezighouden. Die hebben te veel tijd. Ik vind de hele discussie over Zwarte Piet volstrekte onzin. Hè? Dat Zwarte Piet niet zwart zou mogen zijn. En dat je die liedjes niet zou mogen zingen. Vind... Dus meneer Dijkgraaf tekent de wet. Nee, want ik ben het inhoudelijk ermee eens dat je hier niet aan moet morrelen. In ieder geval niet op de manier zoals het nu. Laten we dat bij wet regelen. Ja, daar gaat de overheid helemaal niet over. Als jij in jouw stad vindt dat Zwarte Piet moet blijven bestaan, dan zorg je er gewoon voor dat bij de intocht geregeld wordt. Ja, maar dan krijg je het gezeur van al die Quincy Gariootjes en zijn volgelingen die daarvoor gaan leren. En dan krijg je weer over die verhitte, vervelende discussies. Dan regel het gelijk bij wet. Ja, vervelend, maar in Nederland mag je gewoon discussiëren. Het is triest als er een wet voor nodig is. Maar als het nodig is om onze cultuur te beschermen en Zwarte Piet zwart te laten zijn, dan gaan wij, mijn collega Martin Bosma, dat voorstel hier indienen. We zullen het voor 5 december af hebben en indienen. En hopelijk kan me niet voorstellen dat het geen meerderheid haalt in de Tweede Kamer. Nu gaat het dus per wet geregeld worden. Ja. Dat is mooi, hè? Daar is Geert vanmorgen mee naar buiten getreden. En Martin heeft eraan geschreven al. En... Dat is de knecht van Geert, hè? Ja, ja, precies. Dat is eigenlijk de Zwarte Piet, hè? Binnen onze fractie, inderdaad, Martin.